De vier Flevolandse windsurfers zijn heel wat uurtjes te vinden hier op het water, net onder Melbourne. Na de wedstrijden van het WK zoeken de sporters vaak nog even wat ontspanning. Maar daarna draait het al snel weer om de sport. Want 's avonds gaan de surfers vaak even langs bij fysio Mark Haak uit Almere. En volgens de Almeerse Lilian de Geus is een behandeling vaak wel even nodig. Als ik last heb, heb ik vaak last van mijn schouder. Soms rug, maar na zo'n hele dag op het water dan... En gisteren, de afgelopen dagen, dan is het meer onderhoud. En voor het onderhoud is Mark Haak dus uit Nederland gekomen. Volgens de Geus speelt een belangrijk deel van hun sport zich dus af op de kant. Ons programma is een beetje in blokken opgebouwd. Ik doe ook best wel veel in de gym. Ook om op gewicht te blijven sowieso. We moeten krachttraining doen. Maar ook gewoon om sterker te worden. Doen we verschillende trainingen in de gym. En dat is vaak eigenlijk een krachttraining. En voor de rest doe ik conditietraining op de roeiapparaat of op de fiets. Het is gewoon heel variërend, de trainingen. Ook Almere de Luc Smits gaat vaak langs bij de fysio voor onderhoud. Ook al is hij niet vaak echt geblesseerd. Nee, eigenlijk nooit. Je bent fit. Dat ga ik afkloppen. Ja, maar ja. Je bent een fitte jongen. Ja, tot nu toe wel, ja. Ja. Maar wat doe je daarvoor om fit te blijven inderdaad? Kijk, we zien jullie natuurlijk op die planken staan, maar buiten daarom, wat doe je nog meer? Ja, ik probeer altijd gewoon op mijn voedsel te letten, wat ik eet, wat ik binnenkrijg. En ik probeer gewoon goed te stretchen, en mezelf gewoon zo goed mogelijk te onderhouden. Ja, hoe belangrijk is dat inderdaad, om dat te doen? Ja, ik denk dat het toch wel gewoon 25% uitmaakt uiteindelijk van alles. Smits is 18 jaar oud en groot talent. Hij is er deze dagen bij om veel ervaring op te doen. Buiten het surftechnische deel moet er nog meer aangeschaafd worden bij Smits. Ja, ik kan nog wel wat meer beenspieren, buikspieren mogen ook wel wat bij. Dus die komen er ook wel aan, hoop ik. Dus, wat is jou nu het beste dan? Je benen en je rug? Ik heb dit in mijn rug al redelijk sterk is al. Maar mijn benen en zeker mijn buikspieren, die moeten echt aangesterkt worden. Werk aan de winkel dus. En na de behandeling van de fysiotherapeut Mark Haak kunnen de surfers morgen weer fit het water op.